Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op behoorlijk veel plaatsen schijnt de zon al flink vandaag. Op een aantal plaatsen komt ook nog steeds bewolking voor. Wolkenvelden vanaf de Noordzee die binnendrijven. Dat geldt vooral voor het midden en noorden van het land. In het noorden zou ook een enkel licht buitje kunnen vallen, maar voor de rest is het vandaag overal droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden van het land. En er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Ook vanavond is het behoorlijk helder. De temperatuur halverwege de avond is gedaald naar ongeveer 17 graden. En de wind blijft zwak tot matig. Morgen schijnt opnieuw de zon behoorlijk op een heleboel plaatsen. In het noorden komen eerst wat meer wolkenvelden voor. Maar in de middag breekt ook daar de zon wel geregeld door. Het wordt 21 tot 24 graden. En bij een matige noordoostenwind blijft het overal droog. Woensdag flink veel zon. De middagtemperatuur, dan tussen de 22 en een zeer lokaal 25 graden. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is matig. Donderdag komt er meer bewolking en later op de dag in het zuiden is kans op een regen- of onweersbui: tot ongeveer 24 graden. Daarna 23 graden en een enkele bui. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.